Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 57. Ja, je ziet het. Geen Mark, geen Leon. Vandaag is het enkel René. Kan ook weer een keer. Zo zijn we ooit begonnen en nu zit ik hier weer zo. Ik ben een beetje verkouden, dus als je denkt, wat praat hij raar? Daar ligt het aan. We hebben plaatselijk de gekke maandag gevierd hier. Als je wil zien hoe dat eraan toe gaat, dan zou ik even op de website kijken van onze carnavalsvereniging dewuilens.nl. Nou, dan kun je zien wat er allemaal gebeurt hier. Kan dit er vaak aan blijven hangen. Een flinke verkoudheid. Maar dat was het allemaal dik en dubbel waard. Wat hebben wij vandaag? We hebben vandaag niet alleen nieuwe dingetjes, maar ook allerlei oude dingetjes die we hebben meegepakt. Zo zie ik hier iets staan. Het is een glas suiker. Nou, suiker. Dat zien we ook. Het is allemaal gewoon. Allemaal met suiker. Ik zal hem niet allemaal eruit halen. Er wordt één zooitje. Nou, suiker is natuurlijk lekker, maar niet zo. Je kan er beter iets anders van maken. Dus stel nou voor dat je een kokertje pakt. Een kokertje, zie je. Je zet die koker over een glas suiker heen op deze manier. Zo. Dat is natuurlijk veel mooier als je daar iets anders van maakt. Wat ook van suiker gemaakt is. Namelijk bijvoorbeeld snoepjes, zie. Dat is toch veel beter, zie. Dan heb je allemaal snoepjes. Nou, dit heet de Candy Factory. Dan krijg je uiteraard compleet met een koker en het glas. En alles wat je nodig hebt, behalve snoep en suiker. Dus de gimmick ook, zeg maar. Makkelijk. Enorm makkelijk te vertonen. Moeilijkheidsgraad 0, zeg maar. Als je een koker ergens overheen kunt zetten en eraf kunt halen, dan kun je de truc doen. Candy Factory ontvang je samen met een Nederlandse gebruiksaanwijzing en kost €15. Nou, dat is een koopje, dacht ik, toch? Ik zet hem opzij. Candy Factory. Nou, stel voor, we hadden net over €15. Stel voor dat je geld pakt, in ieder geval €10. En je legt het op je hand, dan kun je dat laten bewegen. Je kunt dat geld namelijk, zie, kun je zelf laten opvouwen. En dan krijg je dus eigenlijk dit, dat een biljet zichzelf opvouwt tot een klein pakje. Nou, dit is de Animated Bill. En de Animated Bill, die krijg je compleet met een biljet wat geprepareerd is, zodat dit kan. Sorry. Een geprepareerd imitatie dollarbiljet. Dus kant en klaar, je legt het op je hand en dat doet hetzelfde. Maar als je zegt, ik wil een echte €10 biljet, €20, €5, €100, of wat voor biljet dan ook, of wat voor papiertje dan ook, binnen 20 seconden maak je er zelf eentje en die kun je blijven gebruiken. Dus stel dat je een €10 biljetje eentje wil maken, nou, dat staat ook in de instructies hoe je dat kunt doen, maar je kunt ook gewoon zien met de gimmick die je krijgt. Binnen 20, 30 seconden maak je zelf een extra gimmick of verander je de dollar in je echte biljet. Steek in je portemonnee en kun je hem altijd doen. Nou, wat kost de Animated Bill? Niet schrikken. €5. Nou, hoe dan? €5 voor de Animated Bill. Koop je toch? Ja. Nou, we vliegen er heen. Is heel anders. Normaal leen ik altijd een ring tijdens mijn voorstelling als ik zelf optreed. Voornamelijk met tafelgoochelen. Is dit een van mijn favoriete routines. Ik vraag een dame een ring te lenen. Nou, ik moet even mijn eigen pakken. En dan vertel ik, nou, let op. Vraag aan de dame, je mag je hand even sluiten. En dan zegt ze, weet je wat, ik duik even naar voren hier. Zo. Stel voor, dit is de hand. Je zegt, je mag je hand even sluiten. Want ik ga jouw ring zo meteen laten verdwijnen. Ik zal het zien, dat is mijn trouwring, dus echt maar eentje van. En die ring gaat terugkomen in jouw hand. Nou, dat zou toch bijzonder zijn, niet? Ja. Stel voor dat er iets gebeurt met de ring. Stel voor dat de ring valt. Stel voor dat de ring valt en iemand gaat erop staan. Stel voor dat de ring valt en er valt, laat een steentje los als er steentjes op zitten. Of de ring stuitert in een putje. Ja, dat zijn allemaal minder leuke dingen. Dan zeg ik, ik betaal dan altijd de schade. Maar, kijk erbij, ik heb het niet betaald gekregen. Dus wat ik heb is in mijn autosleutels. Ik zal het even laten zien. Die zit hierin in mijn huissleutels. Zit in die tui, zie je. Ik laat het expres even zien, dat ik alleen ben. Nu. Dit is weer met sleutels. Dus stel voor dat er iets gebeurt met je ring. Dan krijg jij van mij de sleutels. Zodat ik er niet
niet weg kan, voordat we dat keurig netjes hebben opgelost met je ring. Deal? Ja, oké. Nou, sluit je hand, zeg je dan. Nou, je pakt dan de ring. De ring zet je eigenlijk op je vinger neer, zo op deze manier. Op je vinger, op je wijsvinger. Zie. Dan gaat het volgende gebeuren, zegt de toeschouwer. Hou je hand goed dicht, niet te hard knijpen, hij moet niet blauw paars worden. Ik pak de ring in mijn hand, op deze manier. En als die ring in mijn hand zit, dan hoef ik enkel te blazen. En als het goed is, heb jij dan iets heel bijzonders gevoeld op de rug van je hand. Klopt dat? Nou ja, soms wel, soms niet. Nou, zeg, dat moet wel, want de ring is hier compleet verdwenen. Dan maakt de toeschouwer zijn hand open en daar zit dan... Vertraging waarschijnlijk. En daar zit dan... Oké, geen ring. Ja, dat is vervelend. En dan zeg ik, nee hoor, dit was ook niet de echte truc. Want de echte truc is dat de ring weer terug zit aan je hand. Dus ik kijk weer in de hand en ik zeg, maar als dat zou kunnen, dat zou een goede truc zijn geweest, maar zo goed ben ik helaas niet. Ik zeg, oké, we hebben volgens mij een probleem. Heeft iemand de ring horen vallen? Want ik heb hem niet gezien. Maar hij is ook niet terug waar hij zou moeten komen. Niet zo handig. Ik zeg, maar ja, ik moet verder, ik moet nog naar andere tafels toe. Ik laat mijn autosleutels hier, dan kom ik later in de avond, kom ik dit probleem even met je oplossen en dan komt het helemaal goed. Mijn handen zijn verder leeg. Uit mijn achterbroekzak haal ik diezelfde autosleutels die ik net heb laten zien. Ik ga die twee even openmaken. Kijk. Gooi alles er even uit. Dat zou ik zo doen, dat ik kan zien. En dan zitten tussen al die sleutels, kijk, ik zal van boven laten zien, ik zit de ring. En die ring zit muurvast, die zit echt compleet vast. Echt een degelijk haakje nog. En dat is dan de ring van de toeschouwer. Ik zeg, leen ook nooit meer een ring uit aan een goochelaar. Want voordat je het weet, is de ring voorgoed verdwenen. En heb je niks meer. En dan is de ring weer weg. Nou, dan ligt die bijvoorbeeld alsnog hier weer. Dit is de Ring Flight. Nou, deze Ring Flight, dit is mijn eigen, heb ik even gepakt. Die gebruik ik al 20 jaar. Niet overdreven. Dit etuietje wat ik in mijn hand zit, gebruik ik al 20 jaar. Hij is ook een beetje versleten nu. Maar, wat schetst mijn verbazing? We kregen deze week een nieuwe voorraad binnen van dit product. Want we verkopen het ook. En ze zijn lang in een andere uitvoering geweest. Maar vanaf nu zijn ze weer exact in dit model. Ik zal het er even bij pakken. Het heet de Immaculate Ring Flight. En ze zijn iets groter. Dat is wel mooier ook. En je hebt hier een sleuteletui. Daar hangen alle sleuteltjes in. Dus het haakje waar de ring aan verschijnt. Nou, dit is super vet. Wat zijn de voordelen van de Immaculate Ring Flight? Laat je niet misleiden door allerlei goedkope Chinese, Indische of andere prularia. Wat zich Ring Flight noemt. Want het zijn wel Ring Flights, maar ze komen niet in de buurt met dit. Dit heeft een ingebouwde rem. Dit heeft een locking mechanism. Dit is een, het mechaniek wat hierin zit kost gewoon serieus een paar tientjes. Het is gewoon een degelijk mechaniek. Het is niet een massaproduct, zeg maar. Handgemaakt. Het is een van de best ring flights. En als je dit effect doet, ik doe het echt al jaar, 20 jaar zoiets. Is een van de meest indrukwekkende effecten voor de toeschouwer. Want een ring die net nog in je hand zat, verdwijnt op, of verdwijnt uit je hand. En komt tevoorschijn op een onmogelijke plek. Een Immaculate Ring Flight kost €69. Ontvang je compleet met Nederlandse gebruiksaanwijzing en Engelse gebruiksaanwijzing met een heleboel foto's. Is ook goed te doen. Zelfs rondom, mensen rondom. Als je een jasje draagt, helemaal. Maar ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk altijd rondom. Ook bij vrienden. En ja, maar goed, ik heb het al heel vaak gedaan. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Het kan gewoon. Immaculate Ring Flight. Dan iets heel anders. Ik heb hier een klein rood doekje. Daarmee kun je natuurlijk wuiven als je wil. Zo. Maar het mooie is, je kan die doek ook laten veranderen. In een... Ja, ik moet zittend doen, dus het is niet heel handig. In een wandelstok. Nou, dit is een metalen wandelstok. Normaal doe je dit staand, maar dan past dat ding helemaal niet in het beeld. Zie. Dit zijn de Ultra Canes. Volgens mij hebben ze wel eens besproken al ooit, maar volgens mij nooit laten zien. Dat wist ik niet aan mijn hoofd. Maar in ieder geval hadden we toen niet zoveel kleuren. We verkopen ook al canes. Nou, de winkel bestaat dit jaar 19 jaar. Maar zo lang verkopen we ook al Appearing Canes. Nou, de eerste jaren waren ze nog allemaal alleen in de kleur zwart. En dan moest je ze voor en na de truc altijd voorzien van een laag olie. Waarom? Nou, anders gingen ze roesten.
Alles werd vies, je handen werden vies, je doeken werden vies, alles werd gewoon vies. Nou, tegenwoordig heb je zulk mooi materiaal, allemaal van roestvast staal. En de Ultra Canes uit Korea, niet uit China, niet te verwarren. Het zijn hoogkwalitatieve canes. Die zijn de beste wat we ooit gezien hebben. Of niet het beste wat ik ooit gezien heb. Prijs €55. Hele strakke prijs. Hebben we in de kleuren. Hebben we in de kleuren. Blauw, groen, regenboog, rood, zwart, zilver. Ja, en laatst kan ik niet lezen, maar zoek even op Ultra Cane. En je vindt alle mogelijke Ultra Canes op de website. Je kunt dus een doek laten veranderen en een stok, maar je kan ook de stok uit het niks laten verschijnen. Zeer mooi gemaakt. Mocht je nog andere wensen hebben, dan zeg je, ik wil hem in fluorescerend groen of fluorescerend roze of wat dan ook, bestaat allemaal. Laat het even weten en wij kunnen daar ook gewoon aankomen. Ik parkeer hem even hier. De Ultra Cane. Ja, dan kregen wij gisteren iets binnen. Nou, en dat is volgens mij al iets wat ik al, nou, ik denk, misschien ook wel een jaar of 15 probeer te bemachtigen. Maar wat gewoon eigenlijk niet meer in productie is. En laat ons nu vorige week 2, dat is niet veel, exemplaren op de kop, dat we ergens op de kop hebben kunnen tikken. Dus ik laat het toch even zien. En ik hoop dat we er nog meer gaan krijgen van deze dingen. Maar ja, je weet het niet. Maar ik vind het zonde om even niet te laten zien. Dit is namelijk een wolk. En ik weet niet of je het weet, maar de maan die woont in de wolken. Eigenlijk achter de wolken. Moet ik ook in een soort huis, zeg maar. Want als je hem niet ziet, zit hij gewoon eigenlijk thuis in zijn huis, in zijn wolkenhuis. Nou, ik zal het even laten zien. Dus kun je openmaken, zie. Zit hij gewoon in zijn wolken. Zit hij heel lekker ook. Vindt hij heel fijn ook. Maar soms, dan gaat hij op vakantie. Nou, en als hij op vakantie gaat, dan gaat hij altijd naar een groter huis. Want op vakantie moet je natuurlijk andere dingen doen dan thuis. Zie. Dan gaat hij op vakantie in een twee kamer appartement, zeg maar, zo zou je het kunnen noemen. Kijk, en dan die maan kun je hier neerzetten. Maar het gekke is dat die maan dan soms verdwijnt. En dat betekent dat die plotseling niet meer in het kastje zit. Zowel niet aan deze kant zie, als aan deze kant. Dat is heel vreemd. Niemand begrijpt hoe dat kan. Kijk, de ene keer trouwens is hij er weer, zie. Maar de andere keer is hij spoorloos verdwenen. Een raadsel is het. Heel raar. Maar we zijn erachter, want hij doet dat omdat hij het leuk vindt. En soms weten we ook wel wat hij van plan is. Hij wil ons natuurlijk voor de gek houden. En het uiteindelijke doel van die maan is om ook weer terug te gaan naar huis. En dat betekent dat die maan verdwijnt uit het vakantiehuis. Zie? En weer terechtkomt in zijn eigen huis. Dit is de Luna Trick. Wacht even. Hallo? Oh ja, ik dacht dat de maan hier zou zitten, maar dat blijkt niet het geval. Normaal gesproken komt de maan altijd er. Sorry? Dit is gewoon een leeg kastje. Dit is gewoon een wolk eigenlijk. Dus de maan zou moeten verschijnen hier, maar dat was blijkbaar niet het geval. Dus hebben we gewoon uit pech. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Kinderen gaan allemaal roepen, de maan zit achter de wolk, de maan zit achter de wolk. Dat is natuurlijk ook dichtmaken, kastje, is nog beter. En dan komt die maan telkens tevoorschijn. En jij ziet het natuurlijk niet, telkens als je kijkt, dan is die maan weer weg. En op het laatst dan kun je hem alsnog, kun je hem pakken, zeg maar. En dan kun je hem netjes terug in het kastje plaatsen. En dan is alles weer terug. Andere optie is dat hij hier een paar keer achter de wolken uitkijkt. Kastje open en hij is er nog steeds niet. En hij zit weer terug in de dubbele wolk. Kan ook. Nou, dit is de maan op avontuur. Oftewel de Luna Trick. Heel oude truc. Deze is fantastisch gemaakt. Heel goed gemaakt. Mooie mechanismes ook. Degelijk hout. Ja, overal aan gedacht. Zelfs een locking mechanisme voor dit kastje. Zodat de maan, als die eenmaal verdwenen is, niet meer zomaar terug kan komen, om het zo maar te zeggen. En deze hele set kost €139. De Luna Trick. Dan hebben wij nog iets heel anders. Stel voor, je pakt een blauwe bicycle kaart. Een blauwe bicycle kaart pak je in je hand op deze manier. Je bedekt hem even. En dan verandert die kaart plotseling voor de helft in een rode kaart. Wat grappig is, dat is niet alles. Want je kunt hem namelijk helemaal kunnen laten veranderen in een rode kaart. Zie. En dan verandert hij compleet. Nou, dit is een gimmick van de truc Raw. Nou, Raw heeft 3 gimmicks.
zal ze even niet laten zien, want dan een beetje, zou je wat te veel kunnen zien. Drie gimmicks. Eén waarvan de rugzijde van de kaart verandert. Eén waarvan de beeldzijde van de kaart verandert. En één waar je bijvoorbeeld een opdruk of een merkteken of een handtekening van ook kunt laten verschijnen of verdwijnen op een kaart. Super slim. Er wordt ook geleerd, stel dat je ooit een kaart zelf wil maken omdat ze stuk zijn, omdat je zelf een idee hebt wat je iets anders wil maken, kan dat gewoon. Je hebt geen elastiekjes of magneten of weet ik wat voor gekke dingen nodig. Makkelijk zelf te maken. En ik vind het zeker qua prijs, €26,25 voor drie handgemaakte gimmicks. En het ziet er super cool uit. Ik bedoel, stel je wil een video maken voor op je website en je doet dit op je filmpje. En je laat visueel een kaart veranderen en dan denken mensen, nou, hallo, hoe doe je dat dan? Heel cool. Raw krijg je dus compleet met drie gimmicks. Complete instructievideo online. Ja, wat willen we nog meer? We zijn gek op gimmicks. Want de meeste dingen gaan tegenwoordig. Krijg je een videootje en dan ben je drie kwartier aan het knutselen. Willen wij niet. Wij willen gewoon kant-en-klare dingetjes. En dat krijg je dus met Raw. Stel voor dat je met je gedachten iets zou willen sturen. Dat kan ook. Pak even een doosje bij. Gewoon een doosje van de Ultra Game. Geen speciale dingetjes. Ik moet even iets hebben om die stift op te leggen. Stel je legt een stift hierop, zo. Mooi op, zo. En je concentreert je. Dan kun je, door je te concentreren op een voorwerp, kun je namelijk voorwerpen laten bewegen. En als je je goed concentreert, heel goed concentreert, kun je voorwerpen laten bewegen. En ik wil dat hij zo meteen gaat vallen. Kom op. Val. Nou, de stift is gevallen. En de toepasselijke naam van deze truc: Vol. Dit is een variatie op de Psychokinetic Pen van Banachek. Dat is de versie met de Big Pennen die we ook hebben. 1750 trouwens. Dit is de Vol. Dit is exact hetzelfde trucje, zeg maar. Maar dan met een echte zwarte Sharpie maker. Nou, je kunt er verder met deze stift niks doen, dus je kunt er niet mee schrijven. Hij is echt compleet gimmick, zeg maar. Dat is geen probleem, want je kunt je hele echte Sharpie gebruiken. Telkens in je zak steken en voor de truc pak je deze eruit. En dan niemand die dat door heeft. Deze Vol vervang je dus met speciale stift. Ook een 11 minuten durende instructievideo, want er valt niet heel veel aan uit te leggen. Belangrijk is in ieder geval dat je niet, als je de stift zou krijgen, meteen dit ding open gaat maken. Dan heb je een probleem. Ja, moet ik er meer over vertellen? Vol. Eén, moet ik zeggen, de Psychokinetic Pen die we tot nu toe verkocht is. Een van onze meest verkopende versies daarvan. Dat is een zeer goed product en goed, gemakkelijk te doen. Overtuigend. Mocht je dat interessant vinden, we hebben ook nog een Psychokinetic Pencil. Dat is een potlood. Is wel een stuk duurder, maar is ook een totaal ander systeem wat erin zit. Hebben we ook op de website staan. Ergens over de €100. Dus tot dusver het artikel Vol. Mooi doosje erbij. Hoort ook zo eigenlijk. Vol. Nou, ik kijk op mijn lijstje. Oh ja, hele goeie. Als jij de truc The Movie gekocht hebt bij ons, we hebben ook refills. En die refills bestaan uit vier extra sets materialen. Ik moet even denken hoe ik het netjes zeg. Om je extra hoesen, dus je hoeft niet diezelfde hoes te gebruiken. Je kan, als je een lege DVD-doosjes hebt, kun je gewoon per set die je ontvangt, kun je een hele extra gimmick maken. Je ontvangt alles wat je daarbij nodig hebt. Dus laat ik zo zeggen, de DVD, de inlay en de kaartjes. Keer vier. Dus voor elke film apart. Dus heel gaaf. We hebben verschillende sets. We hebben de keuze uit 10 verschillende films. Alleen, we hebben ze wel voorgepakt per vier. Mocht je een voorkeur hebben voor een film, dan kunnen we dat wel een beetje skipperen. Maar we kunnen niet precies elke film die jij wil inpakken, want ze zijn allemaal gesorteerd. Als je dat wil, de movie refills kosten €62,95 voor vier films. Heel gaaf, want het is een van de meest verkopende effecten nu hier. Is mijn favoriete effect van dit moment, want het is gewoon onmogelijk wat er gebeurt. Weet jij niet wat de movie is? Check even de website op de movie. Bekijk de film, want het is exact wat jij ziet, gebeurt daar. En als Dynamo of wie dan ook dit niet in zijn special gaat doen, dan weet ik het ook niet meer, want het is gewoon een hamer. Het is een super gaaf effect. Nou,
Twee andere nieuwtjes. 4 maart hebben wij een lezing van Christoph Borer. Wie is dat, Christoph Borer? Een goochelaar uit Zwitserland. Hele bekende goochelaar. Enorm veel goocheltrucs bedacht. Boeken geschreven. Enorm veel opgetreden. Lezingen gegeven overal. En heeft een bonk ervaring. Dus alle dingen die hij laat zien. Op close-up gebied, op toneelgebied, op mentalisme gebied. Op allerlei soorten wat hij gaat doen. Is gewoon allemaal getestmateriaal voor de echte goochelaar. Het is niet, ik heb een idee, wat dacht je van dit? Nee, het is gewoon dit, zo doe ik het al heel lang en dit werkt. Lezing is in het Engels, dus mocht je geen, maak je geen zorgen, het gaat niet in Duits. We hebben gevraagd om de lezing in het Engels te doen, dat het voor iedereen goed te verstaan is. Volgende week zaterdag, 11 februari, zijn we in Winxelen. De tweedehands beurs, dat hebben we vorige keer ook al verteld. Mocht je daar naartoe gaan, mocht je wensen hebben, wil je daar iets voor je meebrengen, stuur even op tijd een mail. Dan pakken wij dat met alle plezier voor je in. En nemen we dat mee. Nou, dit was het voor deze keer. Met alleen ik zeg maar. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.